Drachten is gisteravond laat een gewapende overval gepleegd bij de Albert Heijn. Twee mensen zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens ooggetuigen zouden de daders onderling met elkaar communiceren in een Oost-Europese gebouw. De politie heeft zich nog niet uitgelaten over de zaak. Verder in het nieuws. De voorzitter van de politievakbond Freddy van der Veen legt zijn werk onmiddellijk neer. Het is een zootje geworden in Nederland. De misdaadcijfers zijn nog nooit zo hoog geweest. We hebben te weinig gevangeniscomplexen om misdadigers onder te kunnen brengen. Te weinig mankracht binnen onze politiekorpsen. En een overheid die probeert om alles te verbloemen door te ontkennen dat de situatie zo schrijnend is. Ik ben het spuugzat, laat mij weten aan onze redactie. Ja, ik ben het ook spuugzat. Het is tegenwoordig een gewoonte geworden bij het journaal. Brandstichting hier, overval daar. Mishandeling zus, aanslag zo. Het enige wat die misdadigers willen is aandacht, zendtijd. Wat hield die ouwe van deze muziek? Ja, ik snap hem ook wel. Heeft wel wat. En maar drinken. En maar drinken. Ja. Ik hoop dat ze daarboven een flinke voorraad Berenburg hebben. Want anders kan die nog wel eens uit zijn slof schieten. Oké. Ja, nee, maar dat is echt geweldig nieuws. Hey, kom je binnenkort nog langs op kantoor? Ik heb hier nog een heerlijke doos sigaren liggen, die kunnen we best delen. Het laatste slachtoffer van Gerard is gevonden. Oké. Door een hardloper. En hoe gaan jullie die zaak bestempelen dan? Zelfmoord. Dat is wel een klassieker. Ja. Oké, bedankt voor alles. En we spreken elkaar. Het ziet er goed uit. Ze willen meer. Dat betekent meer klussen voor jou en meer geld voor mij. Over geld gesproken, dit is je aandeel voor de laatste keer. Even je aandacht erbij houden. De volgende klus staat alweer klaar. Het gaat om een 22-jarige man. JP noemt hij zichzelf. Maar zijn volledige naam is Joran Peters. Een typisch gevalletje tuig. Hij is meerdere keren aangehouden voor rijden onder invloed. En heeft een rijontzegging gekregen voor 3 jaar. What the fuck? Gast. Godverdomme. Rij eens even door, joh. Krenk. Ze hadden jouw rijbewijs al lang af moeten pakken. Rij eens door! De piloot is weer terug op de weg en heeft begin maart zijn auto tot losgereden. Met hoge snelheid reed hij op een andere auto in. De vrouw heeft haar beide kinderen verloren. Ze zaten op de achterbank. JP is er vandoor gegaan. Zorg ervoor dat hij Smeerlap zijn verdiende loon krijgt. In dit dossier dan vind jij alles over hem, wat de politie heeft verzameld. Alsjeblieft. En ik zie je over 24 uur. Ah, hier is het. De Pearsonstraat.
maakt het mij wel heel gemakkelijk, JP. De 25-jarige man is levenloos aangetroffen. Toen de 44-jarige Tineke haar dagelijkse hardlooptochtje liep, stuitte ze op het lichaam van de man. Ze belde gelijk de hulpdiensten, die niets meer konden betekenen voor de man. Er zijn geen sporen gevonden. De politie gaat uit van zelfmoord. Het onderzoek is afgesloten. Ja, ik ben benieuwd wat ze dan zullen zeggen bij die van JP. Nog een zelfmoord, dat zal te veel opvallen, lijkt mij. Oh, shit. Hey, een afspraak is een afspraak. Je weet dat ik niet van wachten hou. Laat dit de laatste keer zijn, vriend. Ja, de moord duurde wat langer dan gepland, baas. Het duurde heel lang voordat het slachtoffer naar buiten kwam. Dat is gewoon niet waar. Dan sta je weer te liegen, want ik heb ooggetuigen die zeggen dat je al met 10 minuten was je die straat alweer uit. En dat is verdorie, je komt die afspraken niet na en je liegt tegen. Dat zit zo. Laat maar zitten. Ik ben het zielige gedoe van je helemaal zat. Hier is je geld. Is dit alles? Ja, wat is dit alles? Luister eens even goed, vriend. Door mij heb jij die klussen. Door mij heb je die poen. En als jij nou slecht presteert, ja, vind je het dan gek dat je minder geld krijgt? Bij JP heb je ook laten zien dat het niet in orde was. En dat reken ik jou flink aan. Dus take it or leave it. Maar goed, er is nog een hoop werk te doen. De volgende op onze lijst is de 24-jarige Monica Meijer. Eigenaar van Moon Make-up. En een van de beste make-up artiesten van Nederland. Ze levert make-up artikelen aan haar fans, maar niet op een legale manier. Ze wordt namelijk verdacht van het gebruik van chemische middelen in haar make-up. Die de gebruikers zwaar verminken. Ben je nou nog niet klaar, slak? Sorry, prinses. We gaan ook nog slijmen? Je bent echt een slak, zeg. Je zorgt er maar voor dat die pakketjes voor 5 uur verstuurd zijn. Zo zijn er sporen gevonden van pure nicotine. Deze stof is uiterst giftig en kan de huid levensbedreigend verminken. Deze bitch heeft misschien een mooi uiterlijk, maar haar innerlijk is dat beslist niet. Ze heeft haar vriend volledig onder de duim. En die voert al het werk voor haar uit. Haar motief voor haar daden is schijnbaar dat ze de mooiste wil blijven. Maar het feit dat ze zoveel make-up nodig heeft, dat zegt al genoeg. Probeer deze keer niet op te vallen. Stel mij niet teleur.
Wij kennen wie dat is. Goedenavond, meneer. Ja, uw buren hadden pizzas besteld, maar ze zijn er niet. Dus omdat het zonde is om ze weg te gooien, dacht ik, misschien wilt u ze gratis en voor niets opeten? Nou ja, als u zegt dat het gratis is, dan kunnen we dat niet afslaan. Gratis en voor niets. Nou, dan heel graag. Ja? Maar dan, ik kan wel even een goede beoordeling achterlaten anders. Oh, dat zou heel fijn zijn, ja. Om welke pizzeria gaat het? Pizzeria Italia. Oké. Nou, fijne avond in ieder geval. U ook uiteraard. Sofietje, ik mis je nog elke dag. Ik hoop jij mij ook. Het is vandaag precies 10 jaar geleden toen jij de laatste adem uitblies. Veel te vroeg ben jij de wereld uitgegaan. En dat allemaal door zo'n zieke geest die jou het leven wegnam. Papa heeft zo zijn best gedaan om die man op te sporen, maar hij heeft nog steeds niet zijn welverdiende straf gekregen. Hij heeft me alles afgepakt wat ik had. Hij was het lichtpunt in mijn leven. Alles was nog zo mooi toen jij er was. Jou kwijtraakte, raakte ik een deel van mij kwijt. Ik ben een slecht mens geworden. Met nog maar één doel in het leven en dat is overleven. Ik hoop dat je mij ooit kunt vergeven voor alle slechte dingen die ik heb gedaan. Ja, wat is er? Wat? Jij bent boos op mij? Je bent weer eens onze afspraak vergeten. Gisteren heb ik je nog gewaarschuwd. Je hebt zeker wel lopen drinken. Was het je dochters sterfdatum vandaag? Je houdt je bek over mijn dochter, hè? Hey, luister eens even, vriend. Jij zorgt ervoor dat je hier over een kwartier bent. Anders delen jullie dezelfde sterfdatum. Thank you.
Daar heb je hem hoor. Eigenlijk had ik al niet meer op je gerekend. Ik had al een mannetje klaarstaan. Omdat ik zo aardig ben, dan krijg je nog een kans. Als je die weer verknoeit, dan zorg ik ervoor dat je zou willen dat je dood was en niet levend. En doe het aan je drankverslaving, man. Ik heb geen alcoholisten nodig. Scherpschutters. Dan bewijs je dat maar met die volgende klus. Je volgende slachtoffer draagt de naam Fabian van Swieten. Deze ervaren hacker heeft een goed fortuin binnengeharkt door het gebruik van keylogging. Hij programmeert spyware die hij deelt met zijn slachtoffers. Deze software registreert de toetsaanslag van de gebruikers. En zo komt deze geek aan bankgegevens. Hij wacht op het goede moment en dan slaat hij toe. Een soort digitale scherpschutter dus. De politie heeft geen informatie over zijn woonadres. De kluizenaar die doet er alles aan om zijn privacy te beschermen. Wat? Geen woonadres? Hoe moet ik hem dan vinden? Doe even rustig aan. Ik was nog niet klaar. Kijk, als hij zijn woning verlaat, dan kan hij makkelijk getraceerd worden met de telefoon. En hij is regelmatig in een natuurgebied gesignaleerd. Dan kan je allemaal in dat dossier terugvinden. Dan kun je zien welke route die altijd loopt. Zo, pak aan. Wat is dit? Dan kun je laten zien dat je scherpschutter bent. Ja, het zal wel. Waar blijft mijn geld? Hey, rustig. Dan krijg je geld wel. Maar zorg dat je het goed doet, want ik ben eigenlijk helemaal klaar met je. Daar moet hem zijn.
Fijne avond in ieder geval. Omdat ik zo aardig ben, krijg je nog een kans. Als je die weer verknoeit, dan zorg ik ervoor dat je zou willen dat je dood was en niet leven.